Markie 2200 weer. En zoals je ziet heb ik mijn handen aan de Infinite Warver beter kunnen krijgen. Dat komt omdat ik Infinite Warver heb gepreorderd. Ja, iets wat ik heb gezworen wat ik niet zou gaan doen, heb ik toch gedaan. Maar ik maak het nog even erger, want ik heb de Legacy Pro Editie gedaan. Dat is de versie waarbij je alles krijgt. En het was ook best wel een duur grapje: 120 euro. Maar ja, ik heb zo'n gevoel dat het wel waard gaat worden. Want als ik zo kijk wat Infinite Warfare allemaal te bieden gaat geven: Classic weapons. Uh, crafting of het craften van weapons, dat, dat soort dingen. Um, ook ga ik mijn handen aan Mollen of Fire Remastered Master krijgen. Ik heb de campaign al een beetje gespeeld. Dus het lijkt geweldig. Um, maar ja, ik ga dus de beta vanavond uitproberen. Um, ik ga. Ik ben van plan om mee te gaan doen met een stream van een abonnee van mij, genaamd Nerdy Last. Ik heb hem eerder een shout-out gegeven, bij deze doe ik dat weer. Link van Nerdy Last, een kanaal staat in de beschrijving. Zijn stream begint om 9 uur. Zelf uh, kom ik later bij de stream vanwege werken vanavond. Ik denk dat ik rond, ja, tussen kwart over 9 en kwart voor 10, kom ik denk ik in die stream terecht. Uh, ik zal nog een video gaan maken wanneer ik de stream ga meedoen. En dan komt er ook een link naar die stream in die beschrijving. Maar voor nu doe ik de kanaal van Nerdy Last in de beschrijving. Um, en ook heb ik uh, twee Infinite Warfare beta-keys in de beschrijving. Want ik heb er namelijk nog twee over. Dus ben je daar geïnteresseerd in? Check de beschrijving even. En kijk of je nog een gelukkige bent die de beta kan activeren. Je kunt het gewoon in de PlayStation Store bij Redeem Code gaan activeren. Ik heb er namelijk twee. Op is op. Dus uh, als je te laat bent, helaas. Maar ja, dat wilde ik eventjes zeggen. Nogmaals, kanaal van Nurles staat in de beschrijving. Hopelijk check je de stream uit vanavond. Uh, dit was Marker 2200 en ik spreek jullie later.